Uit dat jochie tegen Fortuna zie je invallen. Op die leeftijd mag je toch nog juichen als je scoort. Dat heeft hij sowieso nooit, dat nooit gedaan. Dat heeft hij ook niet van juichen. Daar zit hij niet op. Maar ik bedoel, Huntelaar heeft wel veel gescoord de laatste periode, toch? Die heeft het toch helemaal heel aardig gedaan? Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar deze jongen die staat er 3 minuten in en die scoort. Ja, maar ja, dat kan ja, gebeuren. Maar je moet die jongen wel vrij voor de goal zetten. Maar ik vind Huntelaar van de laatste wedstrijd niet zo scherp, nee. En volgens mij heeft die gasten hebben al 15 wedstrijden hoog gespeeld. Nee, je hebt tegen Bayern uit heb je meer dan Dolberg. Okay. Tegen Bayern thuis. Dus spreken we af bij deze dat Dolberg speelt? Meer in de buurt van de 16 zou je misschien weer iets meer dan die Huntelaar hebben. Maar in dit geval zou ik dan voor deze jongen kiezen. Maar hij kiest ook 100% voor Dolberg. Ja. Ja. Hey joh, abonneer even.